Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Jipperdepiep, hoera! Jipperdepiep, hoera! Van harte gefeliciteerd, Koen. Heb je al cadeautjes gekregen? Ik heb een fiets gekregen, een horloge en wat kleren. Wat leuk. Met wie wil je trakteren? Met Tom. Oké, Tom. Dankjewel. Bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Ook gefeliciteerd. Wie wil je nog wat vragen aan Koen? Wat ga je doen vanmiddag, Koen? In de avond komen volgens mij nog mijn opa en oma en misschien nog wat andere mensen. Oké. Moet er nog iemand iets vragen? Ja. Wanneer ga je feestje vieren? Morgen en we gaan zwemmen. Oh, leuk. Mogen we nou eindelijk onze koekjes opeten? Ja, race maar. Oké, dankjewel. Tot morgen. Tot morgen. Dankjewel. Tot morgen. Veel plezier nog, hè? Ja. Tot morgen, Koen. Koen was bij zijn moeder. Zijn ouders zijn gescheiden. En na de scheiding werd er besloten dat Koen bij zijn moeder moest wonen. Zijn vader kon namelijk niet meer voor hem zorgen en had grote schulden. Koen heeft zijn vader al 5 jaar niet meer gezien. Hoi Koen, gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. Doei Koen, nog een fijne dag verder. Hoi Koen, leuke dag gehad. Ja hoor. Doe je thee of Vicky? Ja hoor Vicky. Oh, doe jij even open? Ja hoor. Zoals je ziet. Pap! Zo, daar ben ik. Na 5 jaar. En wat krijg ik als goed? Pap? Koen! Wie is er? Johan? Lisse. Mag ik binnenkomen? Het is wel mijn zoons verjaardag, hè? Vooruit dan. Je hebt hem al 5 jaar niet meer gezien. Gefeliciteerd nog met je verjaardag. Dank je. In welke groep zit je nu? 8. Zo, volgend jaar naar de middelbare. Nee, hè? Ik heb nog een cadeau voor je. Hij ligt in de achterbak, dus we moeten het halen. Oké, leuk. Oké, zullen we dan maar gaan? Ja hoor. Ja. Alle dingen die je wil hebben bij je. Kijk, ik kreeg vroeger altijd, weet ik veel, domino dingen. Wat jij krijgt een net! Wat? Net! Wat doe je? Een net! Een net! Nee! Omheen te vrienden met je vrienden! Help! Pap, niet doen! Koen wordt ontvoerd door zijn bloedeigen vader. Zijn moeder kan het maar niet geloven. Komt goed, we gaan hem meteen halen. We gaan naar het politiebureau. Na een kwartier parkeert de auto waarin Koen gevangen zit, stil bij de achterdeur van de gymzaal. Pap, wat doen we hier? Waar zijn we? Ik zou straks wel hier meekomen. Koen spiekt nog stiekem. Even op een straatnaambordje. Pap, waar zijn we nou? Ja, ik ben straks wel met die stoel gaan zitten. Pap, waarom is dit nodig? Ik moet niet vertrouwen ben. Pap, ik begrijp dit niet. Wat is dit? Dit is omdat je moeder je van me heeft afgepakt. En al mijn geld heeft afgepakt. Dus ga jij nu werken in de mijnen in Nigeria. Of zo bellen? Ja hoor. Zeg maar tegen je moeder dat ze 100.000 euro moet betalen. Hallo? Ja? Mam? Het is Koen.
Ja, je moet 100.000 euro betalen voordat ik weer naar jou toe mag. Anders moet ik gaan werken in een mijn in Nigeria. 100.000 euro? Mam, waar ben je? Ik ben nu op het politiebureau. Ik zit bij een gymzaal. In de gymzaal? Bij de Van Bemmelenlaan. Wat, waarom zei ik dat? Het is goed, liefje. We komen... Verbinding verbroken. Binnen een half uur staan zijn moeder en de politie bij de gymzaal. Koens beste vrienden Tom en Lisa hebben het ook gehoord en zijn naar de gymzaal toegekomen. Politie, je bent omsingeld. Kom nu naar buiten. We hebben het geld. Koen! We hebben ze op de grond. Wie doe je aan? Ik wil het geld zien. De vader van Koen probeert te ontsnappen. Maar het lukt hem niet. Hij heeft spijt. Hoe kan hij nou zijn eigen kind hebben ontvoerd? Maar het is te laat. Hij gaat de gevangenis in wegens schending van kinderrechten. En Koen, die kan gelukkig nog zijn volgende verjaardag vieren.